Hey allemaal, ik ben Elin en welkom bij een nieuwe video. En dit keer 10 regels als je als een echte Italiaan wilt eten. Zoals jullie weten waarschijnlijk ben ik half Italiaans en ben ik dol op eten. Ja, eten is echt een passie van mij. En soms zie ik gewoon dingen die mensen doen met hun eten. Dan ben ik, nee, alsjeblieft niet. En ja, daarom wil ik graag 10 tips met jullie delen. Om als een echte Italiaan te eten, of tenminste om betere eetgewoontes te krijgen. Ik heb een lijstje gemaakt en laten we gelijk beginnen. Dus, de eerste regel is super logisch voor mij, maar je ziet toch heel vreemde dingen. En dat is geen mes, lepel of andere dingen gebruiken om spaghetti te eten. Ook geen scharen. Pipi Langkous, altijd zelfs met een schaar. Kijk, ik snap, rollen is moeilijk, een lepel. Maar met een mes en een lepel eten, dat soort dingen echt alsjeblieft niet gewoon. Alsjeblieft, stop het meteen. Het doet echt pijn aan mijn hart als ik dat soort dingen zie. Dus gewoon één vork heb je daarvoor nodig. En de tip is om op de rand van het bord daar je rolletje te maken met de pasta, zodat ja, je ruimte hebt en niet een enorme hap hoeft te nemen. Maar geen lepel, geen mes, zeker geen schaar, gewoon een vork. Less is more in dit geval. Dus, tweede regel, weer met pasta. As always, pasta moet niet te zacht zijn. En in het Italiaans is hier de term voor al dente en dat betekent op de tand eigenlijk, maar het betekent in ieder geval dat je de tanden wat meer moet gebruiken. Het moet niet hard zijn, maar het moet ook niet een papje worden als je het in je mond steekt. Het moet gewoon een goede hardheid hebben. En normaal gezien staat dat ook op pasta pakken van, oh, 9 minuten normaal en bijvoorbeeld 7 minuten al dente. Dus kijk daarnaar en ja, misschien moet je er in het begin aan wennen, maar dit is wel hoe je in het echte Italiaanse leven zou eten. Dus misschien serveren ze in toeristische restaurants wel zachte pasta, maar als je op bezoek gaat bij Italiaanse mensen of in een streek waar geen toeristen komen, dan zal het al dente pasta zijn. Regel nummer 3. Bolognese is gewoon fout. Bolognese saus. Dat bestaat niet in Italië. En ik kan het weten, want mijn moeder komt uit Bologna, waar het is uitgevonden, zeg maar. Het is daarnaar vernoemd. Bolognese, Bologna. Maar daar heet het niet zo. En in heel Italië heet het niet zo. Het heet ragù. En dat schrijf je R-A-G-U. Met een accent. Dus ik weet niet waar dit vandaan komt. Misschien is het gewoon makkelijker voor buitenlanders om uit te spreken of zo. Maar in ieder geval in Italië heet het niet Bolognese. Als je vraagt pasta alla Bolognese, niemand begrijpt het. Behalve de mensen die op heel toeristische plekken eten serveren. Maar iedereen zegt pasta alla ragù. Dus, ja. Regel nummer 4. Op pasta hoort of parmezaanse kaas of grana padana. En die lijken heel erg op elkaar qua smaak. En dat zijn de twee kazen die gebruikt worden. Maar emmental of andere gele kazen of van die voorversneden kaas in plastic zakjes in de supermarkt. Never, nooit, niet. Het smaakt naar plastic, vies, eeuw. Gewoon grana padana, parmigiano reggiano. That are the good ones. Dus gebruik die alsjeblieft. Het zal een opluchting zijn voor jezelf, omdat het veel lekkerder smaakt. En een opluchting voor de mensen om je heen. Die niet meer dat verschrikkelijk aanblik hoeven te zien van
plastic uitziende kaas. En gewoon rare geuren. En gewoon niet doen, alsjeblieft. Regel nummer 5. Op dingen met zeevruchten of vis. Bij dingen met zeevruchten of vis hoort geen kaas. Dat hoort gewoon niet samen. En misschien zijn er wel uitzonderingen, maar die komen nu niet op me op. Maar normaal gezien wordt het nooit samen gemixt. Dus als je pasta met tonijn eet, gaat er geen kaas bovenop. Nu weet ik de uitzondering. Ik denk dat als je pizza met tonijn hebt, dat er dan wel mozzarella bij kan. Maar dat weet ik ook niet zeker. Normaal gezien is gewoon de regel zeevruchten of vis geen kaas. Of anders neem je maar iets anders. Verder. Op pizza horen geen vreemde dingen zoals ananas, wurstel, gegrilde kipstukjes, zalm. Gewoon hou het simpel. Paprika, ui, champignons. Gewone dingen. Gewoon groenten. En ja, voor vleeseters dan gewoon normale worst, maar geen wurstel. Dat is echt, ja, gewoon, nee, niet doen. En nog een punt over pizza's. Diepvriespizza, no, gewoon niet. Nooit. Zelfs niet, oh, ik was ziek, ik had geen zin om te koken, ik had geen tijd. Dan maak je gewoon pasta klaar. In bianco, dus met olie en een beetje kaas. Een diepvriespizza, dat is echt, ja, ik denk zo, ik heb er gewoon een natuurlijke afwekking daarvan. Ik weet niet of dat goed gezegd is, maar in ieder geval, ik heb het wel eens gegeten, maar bij ons thuis zouden we dat nooit eten. En geen enkel normaal Italiaans gezin dat goed bij het verstand is, zou diepvriespizza's kopen, eten. Ik denk het niet eens. Zo, je kan het wel in de supermarkt vinden, maar dan is er echt maar één smaak of zo. Gewoon alsjeblieft niet. Maak het gewoon zelf. En als je niet zo zin hebt om te koken, doe gewoon iets simpels of ga uit eten. Maar alsjeblieft geen diepvriespizza's. Het is zo vreemd. Het ziet er zo vies uit in het plastic in de supermarkt. En dan, ja, gewoon niet doen alsjeblieft. Natuurlijke verse ingrediënten. Dat is de tip. Dus, nog een regel. Na 11 uur, voor buitenlanders 12 uur, geen cappuccino's meer. Dat is iets wat voor Italianen echt bij de ochtend hoort. Dus bij het ontbijt. Maar daarna niet. Eén keer waren we in Italië en in het restaurant bestelden mensen na hun avondeten een cappuccino. En de serveerders waren echt zo gechoqueerd. En wij ook. En eigenlijk, ja, dat is gewoon iets wat niemand doet en wat ook in niemands hoofd opkomt. Gewoon, als je zin hebt in koffie, dan neem je een normale koffie zonder iets erbij. Cappuccino bij de ochtend. Dus, punt 9. Pizza kan kaas erop hebben. Het is niet de bedoeling dat het kaas met een drupje tomatensaus en een klein korstje brood is. Nee. Nee, nee. Bij ons in de kantine op school krijgen we pizza's. En dat is echt met zo'n laag kaas erop. En dan is dit de bodem van de pizza. En dan ben je zo, waar is de pizza? Het is gewoon kaas met iets. Maar ja, dat is gewoon, dat begrijp ik gewoon niet. Als je zin hebt in kaas, eet dan gewoon zo kaas. Dan ga je toch niet eens de moeite nemen om een pizza vorm te maken. En deeg en alles. Eet dan gewoon kaas, alsjeblieft. En dan punt 10 alweer.
En dit is iets wat mij heel erg irriteert, zoals al deze dingen eigenlijk. Mensen gebruiken vaak de term panini, paninis voor een broodje dat zo warm wordt gemaakt met veel kaas, te veel kaas weer. Maar zo, dat klinkt dan Italiaans, maar het is het niet. Want in het Italiaans heet een normaal broodje, hoeft niet eens warm te zijn of platgedrukt te worden en gegrild. Dat heet gewoon panino. Dat is een boterham. Nee, niet echt een boter. Maar in ieder geval sandwich. Dat heet panino. Maar vaak zeggen mensen panini voor één broodje. Maar in het Italiaans is panini, dat is een meervoud. En mensen gebruiken het meervoud voor het enkelvoud. En wat dan nog het erger is, paninis met nog een S. Dat is echt, dat bestaat gewoon niet in het Italiaans. En mensen gebruiken dat meestal wel voor meerdere broodjes. Maar ik heb het ook wel eens meegemaakt dat mensen dat zeiden en ze hadden het over één broodje. En ik was zo, what the fuck. Dus dan een meervoud van een niet bestaand meervoud van een meervoud. Maar dan heb je het over één ding. En dan ben ik zo, stop het. Zeg gewoon broodje in je eigen taal. Of anders zeg je het goed in het Italiaans. Dus panino voor één broodje, panini voor meerdere. Goed, nou. Ik hoop dat nadat jullie deze video hebben gezien, jullie deze fouten zullen proberen te vermijden. En misschien ook andere mensen erop attent maken dat sommige dingen gewoon echt niet kunnen. Dus, wat onthouden we hier van goede kaas gebruiken, niet te veel, niet bij vis. Geen cappuccino na 11 of 12 uur 's ochtends. Bolognese bestaat niet, het is ragù. En geen diepvriespizza's, geen rare dingen op pizza's. En geen pappasta. Nou, ik hoop dat jullie hieruit iets hebben geleerd. En ja, dat jullie het leuk vonden, misschien soms zelfs wel grappig. En dat jullie het interessant vonden. Als jullie meer video's willen over voeding specifiek of gewoon over mijn Italiaanse kant, Italiaanse dingen, laat het dan zeker weten in de reacties. Vergeet geen duimpje omhoog te doen als jullie dit een leuke, leerzame, leuke video vonden. En dan zien we elkaar de volgende keer. Doei!